tweede shift die we kunnen zien is die van ownership naar usership. En je hoort mij al aankomen, dat past perfect op dat functioneel specifieren. Als we dan echt gaan functioneel specifieren en gaan kijken naar wat we nodig hebben, wat dan onze behoefte als organisatie is, ja, dan is het niet meer zo belangrijk dat wij eigendom of eigenaar zijn van producten, van machines, van technologieën. Wij willen eigenlijk gewoon zaken gaan gebruiken. En eigenlijk willen we zelf geen zaken gaan gebruiken. We willen gewoon een oplossing voor onze behoeften, voor ons probleem, hè, of voor onze challenge die wij hebben in de organisatie. Wij zijn dat eigenlijk een beetje gewoon aan het worden, dat verhaal van bezit naar gebruik. Als je kijkt naar je eigen omgeving, hè, als persoon, ik heb het nu niet als professional, hè, maar gewoon als persoon, gaat je zelf ook meer en meer van bezit naar gebruik gaan functioneren. Hè. Iedereen kijkt waarschijnlijk één keer in de week naar Netflix of misschien alle dagen. Enzovoort, je kunt een auto gebruiken, je kunt je krant gewoon lezen, je hoeft die ook niet meer materieel in je handen te hebben. Dus we hebben eigenlijk al in onze maatschappij een enorme grote shift. En je kunt dat ook een beetje digitalisering noemen in dit geval. En we zien dat ook in een B2B-context. Het as-a-service concept doet zijn ingang eigenlijk in alle mogelijke sectoren. En ja, de voertuigen, en daar zijn we al lang bezig natuurlijk met as-a-service, of je kunt dat wel leasing noemen, maar de nieuwe modellen... zijn geen klassieke leasing meer. Dat is echt gaan gebruiken van mobiliteitsoplossingen om van A naar B te geraken. Hele korte termijn mobiliteitsoplossingen bijvoorbeeld. Ik zal daar straks wat voorbeelden van geven. Maar ook in de IT, in de technologie sector, bijvoorbeeld die lighting, de IT, software, alles wat te maken heeft met devices, fietsen, offices, noem het maar op, tapijten, in alle mogelijke sectoren komt die service naar boven. De tijd is eigenlijk een beetje voorbij dat wij machines, producten, gebouwen, fietsen, computers aankopen. Hier zie je een voorbeeld, dat is een slide van Vlaanderen Circulair, van, ja, het gaat ook een beetje over optimaal gebruik van oplossingen. En waar iedereen kan zich daar iets bij voorstellen, weet dat dat 96% van de tijd dat je die eigenlijk niet gebruikt, als je die koopt. En eigenlijk heb je, als je naar de functionele behoeften kijkt, heb je dat alleen maar nodig, een wagen of een fiets of een andere mobiliteitsoplossing, om van A naar B te geraken. Hè. En je ziet dat die maar een heel beperkt productief gebruik heeft als je die aankoopt. De behoeften van klanten die veranderen zo snel. En ja, eigenlijk ziet je, een product is eigenlijk maar een middel om eigenlijk in je functionele behoeften te gaan voldoen. Het is niet voor niks dat Cambio en andere deelsystemen zo succesvol zijn. Dat zijn zo van die diensten, je stapt gewoon in een auto als je die nodig hebt. Waarom zou je nu nog alles van rompslomp, van autobezit op u nemen, als je heel gemakkelijk gebruik kunt gaan maken van autodienstverlening? En zo zijn er dan systemen. Hier zie je het verschil tussen ownership, leasing, waar je dan echt op lange termijn bijvoorbeeld een auto gaat gaan leasen. Maar leasen is daarom niet as a service. As a service is eigenlijk, ga nog een beetje verder. Bijvoorbeeld dat je het zou gaan betalen per keer dat je iets gebruikt. Dat is een hele grote challenge in onze huidige businessmodellen. We gaan alleen maar betalen als we iets gebruiken bijvoorbeeld. Of we gaan op korte termijn een bepaalde dienst gebruiken. Bijvoorbeeld een taxi of een fiets die we even willen gebruiken. En we betalen eigenlijk alleen maar voor het gebruik meer. Dat is een hele shift in... product, van product naar veel meer dienstverlening. Dus die shift, ja, dat is een fantastische shift natuurlijk voor de gebruikers. Hè? Want gebruikers, die hebben altijd de meest recente en optimale technologieën. In dit geval gaat het over auto's. Ze moeten niet de grote kosten betalen in het begin, de grote investeringen betalen voor een auto enzovoort. En ze kunnen hun behoefte, zijnde ik wil van A naar B op een bepaald moment, ze kunnen hun behoefte voldoen. Dan zien we ook dat op vlak van, want die sharing economie en die circulaire economie gaan natuurlijk ook over efficiëntie van gebruik van oplossingen, van materialen, van producten. En dan zie je dat eigenlijk als je één auto in zijn volle potentieel zou gebruiken, dat je er 17, naar manier van spreken, van de straat en van uit het verkeer zou kunnen halen. Hier kun je ze een keer zien als een service, want dat zijn allemaal voorbeelden die bestaan, die vandaag mogelijk zijn. Je kunt tapijten als een service gaan aankopen, is dat dan niet natuurlijk. Je kunt light as service gaan
inhuren. Je kunt een desk as a service gaan inhuren. Je kunt IT as a service gaan inhuren.